Hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. En in dit geval is dat het vierde deel in de serie over Tinkercad. In het eerste deel hebben we gezien hoe Tinkercad eigenlijk werkt. Dat je werkt met objecten van materie en dat je dan met objecten van antimaterie weer stukken materie weg kunt snijden en dat je op die manier holle vormen kunt maken. En als je dat allemaal samenvoegt, dat je dan een fraai 3D print object kunt realiseren. In beeld 2 hebben we het gehad over hoe je objecten kon splitsen en op kon delen, zodat je het bijvoorbeeld kon printen in twee delen. En in deel 3 hebben we het gehad over hier aan de rechterzijde de basic shapes, oftewel de basisvormen. Dat waren die vormen waarmee je eigenlijk zo'n beetje alles kan ontwerpen wat je maar kan bedenken. Maar naast die basic shapes zit nog een klein pijltje. En als je daarop drukt, dan krijg je een drop-down menu. En in dat drop-down menu zien we dus veel meer mogelijkheden. En daar wil ik vandaag eventjes mee door. Ik ga beginnen met tekst en numbers. Als ik dat aanklik, dan zien we hier nu ineens niet alleen de vorm tekst die we ook al bij de basic shapes hadden. Ik zal hem nog even laten zien. Ik sleep hem naar het veld toe. En dan kan ik hier rechts de tekst veranderen. En 3D printen, gaan we het maar even noemen. En dan kan ik hier het lettertype veranderen. Maar zoals al bij de vorige versie, bij de basic shapes, heb je maar heel beperkt de keuze over welke lettertypes je kunt gebruiken. Desalniettemin gebruik ik hem vaak. Nogmaals, misschien zal ik het zo nog wel even laten zien. Door als je een kleine platte ondergrond maakt en dan tekst daarop maakt die hoger is, kun je eigenlijk plaatjes met spreuken en dergelijke gaan creëren. Maar los van dat biedt het ook de mogelijkheid, dit menu, om ook gewoon zelf teksten te maken. Je kan dus in principe letter voor letter je eigen teksten maken. Als je helemaal naar beneden schuift, dan zie je hier onderin 1 met een klein tweetje ernaast staan. Dit is pagina 1 van 2 dus. En als ik op 2 druk, dan krijg ik daar ook de cijfers, het plusteken, het uitroepteken, het apenstaartje van de mail en noem maar op te zien. Dus dit is de tweede vorm van zaken die we hier kunnen gaan printen. Nou, ik zal even een vraagteken hier op dat veld zetten. Hij is nu nog relatief klein, maar die kunnen we dan weer groter gaan maken. Zie je dat? En dan kan je zo'n vraagteken gaan gebruiken ergens in. Oké, dat waren de tekst en de numbers. Dan krijgen we daaronder, en dat is een hele leuke, hij is relatief nieuw, karakters. Als we die aan gaan klikken, we beginnen helemaal bovenaan natuurlijk, dan zien we bijvoorbeeld een hand, een gesloten hand, of een hand met een V'tje, dus met de victory teken, of een flipper, een zwemvlies, of een scuba masker, of een bril, of een zonnebril. Nou, ga zo maar door. Ook hier onderin, een aantal keer zien we daar bijvoorbeeld in dit geval de hol van de egg, dus zeg maar de antivorm van het ei. Als ik hier die astrobot nu naar het object plaats, dan zie je dat ik hoe dan ook die mogelijkheid wel heb, hè, om daar die antimaterie van te maken. Dus je zou dit object dus hol kunnen maken. Gaat nu niet doen. Maar dit is dus ook heel erg leuk. Hè? Dus het ijsje zit er daarin. Er zit een snor zit daarin. Een petje. En daar kan je bijvoorbeeld poppetjes van gaan maken. Nog even terug naar dat menu. Dan kom ik tegen connectors. Dat is ook een hele bijzondere. De connectors, dat is eigenlijk om een soortement van set te maken waarmee je dingen aan elkaar kunt maken. Een bol die je in een gat kunt drukken, waardoor je een beweegbaar gewricht krijgt. En op die manier allerlei beweegbare ontwerpen kunt maken. Hier zien we bijvoorbeeld een bodemplaat. En op die bodemplaat hoort dan eigenlijk zo'n gehoekte bal te komen. Ja. En als je dat dan allemaal gaat printen, dan kun je dat in elkaar drukken. En noem maar op. In dit geval overigens hebben ze ook bewust, dat zien we hier aan de rechterkant, ik kan even nog een keer kijken. De scaling is locked. Je kunt dus niet
het formaat veranderen. Waarom kan dat niet? Als je dat zou doen, dan zou dit niet meer in elkaar passen. Dus dit is een set waarmee je houders kunt maken die aan elkaar gemaakt worden en dan volledig beweegbaar zijn. Ik weet niet of je uit de motorwereld komt, of je daar ook wel eens wat gedaan hebt, maar daar kennen ze bijvoorbeeld het systeem van rem mounts. En dat is een beetje wat hierop lijkt. Als ik weer naar rechts ga, dan zie ik daar de shape generators. Dat is ook een hele aardige. Shape generators, dat zijn dus zeg maar vormen die gegenereerd kunnen worden. En dat zijn hele bijzondere dingen. Er zit bijvoorbeeld een veer bij. Of een isometric thread, dus waarmee je schroefdraad kunt maken. Nou, je moet je voorstellen dat als je zo'n schroefdraadobject hier hebt. Ik zal hem even wat groter maken. Ik ga hem even 20 bij 20 maken. Zo, dan is dit nog de schroef, zeg maar. Hier zou je de schroef van kunnen maken. Laten we maar even ook omhoog gooien. Laten we ook maar even naar 20 hoog gooien. Dat is misschien wel makkelijker. Zo. Als je nou hier die extrusion bijvoorbeeld zou gaan gebruiken. En die zou ik bewust groter gaan maken. Die zou ik 40 bij 40 gaan maken. Dan kan ik natuurlijk die vorm die ik zojuist gemaakt heb met die schroef, die kan ik ook nog een keer kopiëren met Ctrl-C en dan Ctrl-V. Dan doe ik die gekopieerde vorm, daar maak ik een gatvorm van. Ik maak dat gat wel altijd even een fractietje groter. Dus die maak ik 20.1 bij 20.1. Want anders dan heb je kans dat de schroef straks niet past. En als ik die nu, dat gat hierin ga doen. Ik moet heel even kijken naar de hoogte. Want ze zijn, die is 20 en deze is ook 20. Ja, dan moet dat dus passen in feite. Als ik nu deze twee objecten weer align, zoals dat heet. Zoals dat ik ze zeg maar weer keurig in het midden zet en dergelijke. Zo. En ik voeg het samen. Dan heb ik in feite hier het object waar deze schroef hier in past. Ja? En zo kan je dus schroefverbindingen creëren, om maar eens wat te noemen. Nou, dit is dus hartstikke leuk om te doen. Je moet dus echt even nadenken over wat je hier allemaal mee kan. Maar hier kun je ook gebogen pijpen, woorden in een bocht, zeg maar. Maar hier onderin weer één van twee, daar gaan we ook nog even verder kijken. Dan hebben we hier box en lid, met andere woorden, doosjes met daarop een dekseltje. En dat is eigenlijk allemaal al voorgeproduceerd. Dat zijn de featured shapes. Als je bij al kijkt, dan krijg je alle vormen te zien. En hier staan ook ontzettend leuke dingen tussen. Hier staan muren in 3D. Customizable, even kijken, wat is dit voor moois? Een customizable huisje, waarbij je hier aan de rechterkant allerlei groottes kunt aanpassen. Dat is natuurlijk ontzettend grappig om te doen natuurlijk, hè? Dat snap je wel. En daar kun je dus heel leuk mee tekenen. Zo heb je trapjes. Crimalera, ja, ik weet niet precies wat dat is, maar even verder kijken. Hebreeuwse teksten, QR-codes, maar zelfs landen. Dus ik ga even terug naar pagina 1. Want als ik daar omhoog schuif, dan kan ik zeg maar Europese kaarten gaan gebruiken. Ik vind ze nog wat klein, hè, dus ik ga ze weer eventjes flink wat groter maken. Nou, wat zullen we eens doen? Want je moet het eigenlijk wel schalen. Laat ik het in dit geval gewoon even trekken, dat is misschien even het makkelijkste. Zo. En dan kan ik hier dit veranderen naar bijvoorbeeld niet de United Kingdom, maar bijvoorbeeld naar ons eigen land, naar Nederland. En dan krijg ik zometeen gewoon de Nederlandse map, de Nederlandse kaart te zien. En ook die kan ik dan weer groter maken natuurlijk. En printbaar maken. Dit zijn natuurlijk ontzettend leuke dingen om mee te werken. Je moet hier maar eens doorheen lopen, want hier staan nog veel meer mogelijkheden in. Ik zal er eens even een klein beetje doorheen bladeren. Ik zei al Hebreeuwse teksten. Hier zit ook wat meer mogelijkheden met verschillende teksttypes. QR-codes noemde ik net al eventjes. Als ik naar 3 ga, pagina 3, dan krijgen we tandwielen.
bijvoorbeeld die je kunt gaan maken. Of gewoon echt wielen. Een wiel van een auto, zeg maar, als je een autootje wilt bouwen. Of vlindertjes, hartjes, kerstbomen. Bedenk het maar. Ongelooflijk veel mogelijkheden dus hier bij Ol. Vervolgens krijgen we een sector, die is wat minder voor het 3D-printen bedoeld, maar meer voor mensen die ontwerpen willen maken en anderen willen laten zien hoe ze dat dan moeten doen. Circuits, bijvoorbeeld een printplaat waarop allerlei zaken gemaakt worden. Hier zien we daar delen van. Aan de rechterzijde met ook weer steeds zijn antimaterie versie. Maar daaronder ook componenten. En dan zien we dus zaken als bijvoorbeeld een klein ledlampje of het batterijtje. En dit kan je dus allemaal verwerken in je print. Je kunt je voorstellen dat als je iets wilt maken waarin in datgene wat je maakt ook de ruimte voor een batterij. Dan zou je daar zeg maar bijvoorbeeld de ruimte voor zo'n blokbatterij in kunnen gaan maken. Dat zijn allemaal mogelijkheden die er zijn. En dat programma biedt dat dus allemaal. Dan nog twee, die zijn ook relatief nieuw, maar wel ontzettend leuk. Als je een keer een dinosaurus wil printen, dan staat hier een complete kit met alle onderdelen die nodig zijn voor een dinosaurus. En die zien we hier staan met bovenin zijn hoofd en zijn kaak. En zijn nek en ga zo maar door. En als je dit allemaal print in de juiste hoeveelheden, heb je dus gewoon een dinosaurus. Of een skelet. Hetzelfde verhaal. Hiermee kun je een menselijk skelet printen. En op die manier bijvoorbeeld aanschouwelijk onderwijs creëren. Nou, je ziet eigenlijk al, en dat is eigenlijk wat ik bedoelde te laten zien, dat je ongelooflijk veel kunt doen met zo'n programma als Tinkercad. Er is ongelooflijk veel te kiezen. En als je al die objecten samenvoegt tot één object, dan kun je daar de mooiste dingen van maken. Het zij 3D printable, of misschien gewoon een ontwerp wat je iemand wil laten zien, maar ons gaat het om het 3D printen. En uiteindelijk kan je dan die uitkomst weer als STL bestand opslaan, dat naar je slicer, vanuit je slicer naar je printer en op die manier natuurlijk een mooie print neerzetten. Helemaal onderin in dat drop-down menu hebben nog een paar dingen staan. Dat zijn zaken die jou zelf aangaat. Je kunt namelijk objecten als favorieten gaan zien. En bij favorieten worden dan simpelweg jouw favorieten getoond. Nou, je ziet, ik heb geen favorieten. Ik gebruik het programma regelmatig. Maar echt favorieten, geen idee. Dan de part collectie. Dat is de collectie van onderdelen die je gebruikt. Nou ja, ook hiervan bij mij geen onderdelen zelf nog gemaakt. En je eigen shape generators, want je kunt ook zelf shape generators maken. Dus zeg maar waarbij je onderdeeltjes hebt die samen tot iets gaan worden. En die shape generators is bijvoorbeeld wat we hier hadden met die landen en dat soort dingen meer. Dat kun je zelf maken, maar wat erin zit is eigenlijk al heel erg veel. En daar kan je in Tinkercad al heel erg veel mee. In de volgende versie van deze videoserie gaan we het onder andere hebben over het importeren van JPEG-bestanden. En zo'n JPEG-bestand dan opnemen in een print. Ik zou nog heel even laten zien hoe je eigenlijk een onderplaat kon maken met tekst erop. Bijvoorbeeld voor spreuken. Nou, wat je bijvoorbeeld doet, is een cilinder pakken. Die cilinder die zet ik op het blad. En die ga ik eens even een flinke maat geven. Zo. Ik pas die bevel aan, zodat die, oh nee, die sides, sorry, de sides, dat die zeg maar wat meer rond wordt. Ik ga hem even naar het midden slepen en ik ga hem een heel stuk lager maken, niet hoger als 2 mm, meer dan genoeg. Ja? En nu heb ik dus een grondplaat. En op die grondplaat, daar kan ik bijvoorbeeld tekst gaan neerzetten. Nou, laat ik maar even de tekst die gewoon in de basic shapes zit. Dus ik zet die tekst daarop. Hoppatee. Ja? Goed, om te beginnen kan ik dan een tekst maken. Ik noem deze even kaphaak. Ik kan aangeven welk lettertype die moet hebben. Ik ga hem sans mono doen. De hoogte van 10 vind ik wat hoog, want mijn basis is maar 2. Dus in feite is 4 meer dan zat. Dus ik ga een 4 maken. En ik zie dat ik mijn grondplaat nog wat groter moet doen. Dus dat ga ik ook gelijk even doen. Mijn grondplaat wat groter. Anders past kaphaak er niet op. Goed,
Wat ik nu nog ga doen, ik ga even zorgen dat deze twee keurig in lijn met elkaar zijn. Dus ik pak weer die align functie bovenin. En ik zorg dat het bovenin komt te staan en keurig van boven naar beneden. Kijk, die hoogte, niet interessant. Vervolgens ga ik de beide objecten selecteren. Ik voeg ze samen tot één object. En als we nu gaan kijken, dan heb ik in feite een plaatje met een tekst erop, waarbij de tekst aan de bovenzijde zit. Als ik dit print, dan heb ik dus gewoon een plaatje waarop kaphaak staat. Op deze manier maken wij bijvoorbeeld sleutelhangers voor onze klanten, met daar onze website en ons telefoonnummer. Of gewoon leuke plaatjes met leuke spreuken, zoals je vroeger tegeltjes had met spreuken. Dat geheel is dan weer keurig printbaar. En als je een printer hebt die dat kan, bijvoorbeeld in meerkleurigheid. Dat is wat ik zelf altijd doe. Niet elke printer kan dat. Dan heb je het in één kleur. Maar het is ontzettend leuk om dit soort dingen te doen. Pas er wel bij op dat je de tekst niet te klein maakt. Want dan kan het zijn dat datgene wat je printmachine afbreekt als je het even aanraakt. Dus het moet wel substantieel zijn, zodat bij het printen het object ook werkelijk bewaard blijft. Zo, voor vandaag zit het erop. Het is bijna kerstmis. Ik wil vanaf deze plek iedereen die dit kanaal bezoekt hele fijne feestdagen toewensen. Ik weet namelijk niet of ik voor de kerst nog een nieuwe video maak. Misschien wel, maar dat weet ik nog niet zeker. Hele fijne feestdagen. En alvast tot tussen kerst en oud en nieuw voor een volgende video over 3D-printen. Dag!